dan geef ik als eerste het woord aan de heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, ik dank u zeer. In het coalitieakkoord staan mooie woorden over een overheid die betrouwbaar is, die rechtvaardig is, die oog heeft voor de menselijke maat. Maar als ik de voorliggende stukken tot mij neem, dan vraag ik me af, geldt dat ook voor de agrarische sector, voor de boerengezinnen? Bijvoorbeeld heel sterk in de Gelderse Vallei, maar ook andere gebieden. Voorzitter, laat ik maar met de conclusie beginnen. Die stikstofplannen die voorliggen zijn een klap in het gezicht van de hele agrarische sector. In veel gebieden moet 50-95% gereduceerd worden in slechts 7 jaar. Dat is niet te doen. Het leidt tot onteigeningsdrama's, onvermijdelijk. En veel provinciebestuurders laken ook terecht de Haagse tekentafelmentaliteit die eruit spreekt. Een dictaat. Waar is de menselijke maat? En waar is het oog voor psychosociale gevolgen? Kom je op een werkbezoek, spreek je met een jochie van 10, die zegt van ja, ik vind het helemaal niet leuk. Papa en mama zitten de hele dag eigenlijk binnen. Ze willen eigenlijk niet meer voor de koeien zorgen. En ik wil eigenlijk ook boer worden, maar ik weet niet of ik er nog wel zin in heb. Dat is wat deze voorstellen bereikt. Die uitzichtloosheid en die onzekerheid. Waar is de toets? Aan artikel 2 van de Habitatrichtlijn dat vereist dat met sociaal-economische gevolgen rekening gehouden wordt. Het is schrijnend dat er in de schriftelijke vragenronde nog geen begin van een antwoord komt op de eenvoudige vraag of het plan uitvoerbaar is. En dat is een goede wetgever onwaardig, voorzitter. Voorzitter, dat over de menselijke maat. Dan het voorstel is ook niet rechtvaardig. Ik noem één voorbeeld. Naast Natura 2000 gebied Mijnweg moet het landbouwgebied 70% emissiereductie leveren. Het gebied ligt onder de rook van Rockwool. Een fabriek met een ammoniakuitstoot gelijk aan 60 melkveebedrijven. En er zijn meerdere voorbeelden. Een fabriek die op de kaart buiten beeld blijft. Terwijl het hier gaat om dezelfde ammoniak en niet eens om stikstofoxide. Waar blijven de doelen voor de andere sectoren? Vanwaar die twee verschillende snelheden? En dan de betrouwbaarheid. Ik geef ook maar weer één voorbeeld. Minister Schouten heeft nog geen jaar geleden op Schiermonnikoog een plan ondertekend voor extensivering van de 7 eilandboeren met 40% emissiereductie. En nu, nog geen jaar later, staat er een reductiedoel van, schrik niet, 95%. Is dit betrouwbaar beleid? Voorzitter, en zo zijn er zoveel vragen te stellen. Hoe is het mogelijk dat bij het intekenen van gebiedsdoelen niet eens de moeite is genomen om te kijken of überhaupt wel sprake is van overbelasting in naastgelegen natuurgebieden? Er is geen enkele rekening mee gehouden. Hoe is het mogelijk dat bij lastige vragen over concrete gebiedsdoelen het model de schuld krijgt en provincies het maar recht moeten breien? Hoe is het mogelijk dat er zulke stevige kritiek van de provincies komt trouwens? Waar is de bestuurlijke afstemming gebleven? En hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de pasknelgevallen zo snel mogelijk gelegaliseerd worden? Ik mis daarin volstrekt het urgentiebesef, terwijl het wettelijk vastgelegd is. Kortom, de SGP kan dit plan en deze doelen niet accepteren. De lang verwachte perspectiefbrief helpt ook niet, met alle waardering voor de inspanningen, maar als ik het op de keper beschouw, dan is het toch weinig meer dan een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen. Voorzitter, de stikstofminister zegt steeds, ik vind het vreselijk, maar het kan niet anders. Dat is nou typisch het Haagse systeemdenken waarvan individuele gezinnen en bedrijven het slachtoffer worden. En daarin weigert de SGP mee te gaan. Ik bestrijd ook de stelling van de minister dat ze juridisch gezien geen keuze hebben. We hebben wel een keuze. Het kan wel anders. Het kabinet hoopt door razendsnel meer gebieden onder de kritische depositiewaarde te brengen, af te raken van juridisch gedoe. Maar gaat emissiereductie voor de natuur op korte termijn niet ten koste van de broodnodige stikstofruimte voor pasknelgevallen, woningbouw en andere projecten? In 2030 is een deel van het land op papier nog steeds sprake in een deel van het land van overbelasting. En ondertussen moet het platteland bloeden. Voorzitter, het kan anders.
door goed te luisteren naar de rechter en niet met een half oor. De rechter heeft immers alleen bepaald dat de stikstofdepositie lokaal niet mag toenemen en omlaag moet, maar niet hoe snel dat moet gebeuren. 50% emissiereductie in 2030 is een politieke keus. De habitatrichtlijn geeft de minister echt meer speelruimte dan ze doet voorkomen. De SGP wil de tijd en ruimte voor emissiereductie voor de natuur en voor zorgvuldige gebiedsprocessen. De onhaalbare stikstofdoelen, ook het nieuwe 2030-doel, moet van tafel. Sluit eerst een akkoord met provincies en de agrarische sector op basis van globale regiodoelen. En zorg er vooral voor bestuurlijk gezien gezamenlijk op te trekken. Dit kun je alleen samen doen. En zet daarbij de lokale staat van natuur en bodem voorop en niet de kritische depositiewaarde. Voorzitter, ik rond af. Het kan anders. Door de hand die de landbouw uitsteekt niet langer te negeren, maar aan te pakken. Ik noem de Food Valley, waarop volop gemeten wordt. De vruchtbare kringel op Achterhoek, stikstofcoöperatie Nieuwkoopse Plassen. Het Koetvelet, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ondernemers lopen nu ambtelijk tegen een muur aan, omdat alle energie naar opkoop gaat en de onwil regeert. Zet in op innovatie en emissiearm management en aanvullend op zo nodig opkoop. Zorg voor betere fiscale regelingen voor ondernemers die willen stoppen. Dan is er perspectief voor de boer, platteland en natuur. Het moet, het kan anders. Waar een wil is, is een weg. Voorzitter, even ter illustratie. In nationale programma wordt verwezen naar dit document. En dan wordt gedaan alsof dat erin verwerkt is. Dank u wel. Ik heb er naar gespoord en gespeurd. Maar ik kon er nauwelijks een spoortje van terugvinden. Dit is uit de sector breed gedragen neergelegd. Er is, laat ik maar even kort door de bocht zeggen, niets mee gedaan. Dank u wel.